Het is vrijdag 29 mei. Ik kom net uit kantoor en ik heb een offerte gemaakt voor iemand die met mij wil gaan hardlopen. En dat vind ik zo leuk, ik heb zo zin in. En dan kan ik ook mijn tool toepassen, hè, van Wees Je Eigen Cheerleader, het persoonlijke beweegplan. Nou, helemaal leuk. En nu eerst lekker weekend. Ik heb lekker bubbels gehaald. Ik ga eens even lekker bloemen buiten zetten. Ik loop hier zo in mijn witte badjas met champagneglazen. Dan gaan we champagne drinken. Of champagne, het is gewoon, wat is het? Kava, maar het zijn bubbels, want we hebben wat te vieren. Het is vrijdag. Hoera! En je kan ook op woensdag bubbels drinken, maar toevallig was het vandaag vrijdag. En dan gaan we vandaag lekker bubbeltjes drinken. Gezelschap van de wereld. Ja, wat wil je dan nog meer? Het kan alleen maar een mooie dag worden. Zullen we lekker rennen? Morgen. Het is maandag 1 juni. Dus tweede Pinksterdag. Ik was helemaal vergeten dat Pinksteren zou zijn. En gisteren waren vrienden van ons bij ons op bezoek. En die zei, ja, morgen lekker vrijdag. Oh, nou, dat is lekker. En vandaag is Harm jarig. We hebben net ballonnen opgeblazen, want Harm is nu fietsen. Die is natuurlijk altijd thuis. En hebben we in de tuin hebben we slingers opgeblazen. Kijk. Vrolijk en feestelijk. Tadaa. En bakken de taart in de oven. En wij bakken een slagroomtaart. Maar de winkels zijn natuurlijk nog niet open. Er is vast wel ergens een winkel waar je slagroom kan krijgen. Dus ik dacht, ik doe hem even goed bakken. Wacht even zo. En dan komt de slagroom ook wel goed. En het verse fruit. Jippiedepiep, hoera! Het is wel echt de platste slagroomtaart die ik ooit heb gezien. Kom op nou. Ik heb echt precies gedaan wat in het recept stond. Dit is toch geen slagroomtaart? Ik was niet gelukt met de taart, maar kijk, meester aan het werk. Oh, en Harm kan het wel! Hoera! Goedemorgen. Het is woensdag 3 juni. Vandaag gaat het webinar doen. Maar we zijn nu eerst even in het Erasmus voor bloedbeken voor de schildklier. En ik moest eigenlijk gisteren doen, maar ik ben het gewoon helemaal vergeten. Mijn hoofd is alleen maar bij het webinar. Webinar, hardlopen. Ik ben zelfs niet serieus afwezen hardlopen vanmorgen, dat is wel gek. Goed, tot later. Het is 10:30. Nog 1,5 uur en dan begint warm-up webinar. En ik zit nu de proefopname te kijken en ik denk, jee, waar is al die informatie? Het is net of het niet meer in mijn hoofd zit. Ik ben best wel zenuwachtig. Mensen hebben ook laten weten dat ze er niet bij zijn. Nou, super netjes natuurlijk. Maar dat doet iets in mijn hoofd. En dat ik denk, oh ja, zie je wel. Er zit niemand op te wachten. En ik weet dat het niet waar is, mensen. Echt, ik weet dat het niet waar is.
Maar het gebeurt bijna, want ik laat het niet gebeuren. Ja, dat is precies wat ik heel graag wil. Met Wees Je Eigen Cheerlee. Dat is precies waarom ik heel graag mensen wil helpen om van die bank af te komen. En dat doe ik door ze uit te leggen hoe ik zelf van de bank ben gekomen. En van de bank ben gebleven. En ik zit heel graag nog op die bank hoor, maar het is niet meer een valkuil. De bank is gewoon nu lekker een plek om te chillen. Het is gewoon heel lekker om op de bank te zitten. Met een biertje of een taartje of gewoon met je kindjes of weet ik veel. Maar het is niet meer een magneet en een symbool voor niet in beweging kunnen komen. Oh man, dit was echt heel slecht. Vond ik. Het is echt zo suf, hè? Ik heb een oefenwebinar gemaakt. En daar heb ik vanmorgen zitten kijken met mijn stomme hoofd. En toen dacht ik, oh my god, wat doe ik dat goed? En wat vertel ik leuke dingen? En ik geloof dat ik nu een soort van wedstrijdje met mezelf heb gehad. Dat ik dat weer wilde doen. En ik ben helemaal verdwaald in mijn verhaal. Oh man. Ik kan me niet voorstellen. Ik laat het maar even los. Ik ga misschien de opname nog kijken als ik durf. Maar ik ben niet blij. Ik vind het wel heel leuk dat er mensen keken. Maar Jezus, wat is dat moeilijk zeg. En ik heb het echt... Ik ben gewoon gewend dat als je dingen goed voorbereidt, dan gaan ze gewoon. Dan lopen ze gewoon. Niet leuk. Of wel leuk, ik weet het eigenlijk niet. Misschien moet ik gewoon niet zo streng zijn voor mezelf. Het is nog steeds woensdag. En het is ondertussen al tijd om avondeten te maken. En ik heb echt een rot gevoel over het webinar. En ik probeer wel mezelf steeds voor te houden van nee, de volgende keer ga ik het anders doen en zo. Maar evengoed geen fijn gevoel. En ik heb wel evengoed een kavaatje gehaald. Ik dacht, ja, weet je, het was toch de eerste keer. En ik vind, en dat is op het moment even vooral met mijn verstand, dat het feit is wat geweerd mag worden. En dat het niet zo ging zoals ik wilde. En ja, dat ik er blijkbaar een heel romantisch beeld van had, hoe het zou gaan. Dat staat daar los van. En dat mag gaan groeien. En ik kan dit vaker gaan doen. En dat heb ik helemaal zelf in de hand. Het was ook wel leuk om aan de kinderen uit te leggen. Ja, mama is niet blij. Mama is niet tevreden. Ja, de volgende keer doen we het gewoon beter. En dacht, Jill, moet je dat dan doen? Volgende keer, moet je het dan nog een keer doen? Zo, nee, niks moet. Als ik het niet doe, dan heb ik het nu... Ja, dan is het mislukt. Als ik het wel doe, dan kan ik het de volgende keer beter maken. Maar dan moest hij hier geloof ik even verwerken. Maar goed, ik ben niet blij. Ik had ook een offerte gemaakt voor iemand. En dat gaat nu ook niet door. En dat vind ik wel echt shit. Of zo. Toen ik dat las, dacht ik wel van, oh, dit was echt een kutdag. Maar het is toch wel bijzonder. Dat ik dan wel meteen denk van, hey... Oh, eens even. Is dit niet gewoon een upper limit problem? En is dit nu gewoon niet... van fitteren van die dagen bij. Daar hoef je verder niks mee. Maar ik voel me wel een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Ik voel heel erg de neiging om allerlei conclusies te trekken. En ik weet dat ik dat niet moet doen. En ik denk... Ook, betrapte mezelf vanmiddag ook op de gedachte. Ik dacht, nee, dit kan ik wel weer gebruiken voor mijn programma. Ja, want juist, als het niet zo gaat als je wilt, daar zit de potentie om het te verbeteren. Dus eigenlijk is dat goed nieuws. Huh? Maar om dat dan meteen de eerste keer aan het begin van dat hele traject al te ervaren, dat vind ik minder relaxed. Maar goed. Ik ga in ieder geval vanavond een kavaatje drinken met Harm. En
ik ga ook vieren dat ik het wel heb gedaan, ondanks dat ik het heel spannend vond. En ik ga ook vieren dat ik in ieder geval een offerte kon maken. En dat er gewoon iemand bij me kwam. Omdat hij gewoon wel vertrouwen in mij heeft. In mijn werkwijze. En dat zijn allemaal goede dingen. En daar wil ik er graag meer van. Dus het is zaak om daar aandacht aan te besteden. En niet aan dat het niet zo lekker ging. Goed. Ik ga nu ook de vlog afsluiten voor deze week. Volgens mij heb ik bijna niks gefilmd. Maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. Misschien zit dat ook om even in mijn low. Ik weet het niet. Nou goed, in ieder geval fijn dat je hebt gekeken. En tot volgende week.